Wat er in de wintermaanden ook heel lekker is en seizoensgebonden zijn boschampignons. En we gaan daar een hoofdgerecht mee maken met kwartel en knolselderpuree. Echt drie ingrediënten die een winters karakter hebben. We gaan beginnen met onze knolselderpuree te maken. Ik heb een pannetje opgezet met een beetje melk en peper en zout. En we gaan onze knolselder in blokjes snijden en gewoon laten opkoken. Zodoende dat ons vocht eigenlijk verdampt is. En dan gaan we dat pureren in een keukenrobotje. Zo, onze knolselder staat nu in een beetje melk met peper en zout. We gaan daar een deksel op zetten en we gaan dat mooi laten garen. Dat we straks een mooie puree kunnen maken. En we gaan in tussentijd onze kwarteltjes bakken. Het zijn kwartelfilets. Volledig van de karkas verwijderd. We gaan een beetje peper en zout opdoen. Onze boter is mooi aan het schuimen. Ideaal. Onze kwartelfilets, we hebben de kant van de borst en de kant van het boutje. We gaan eerst de kant van het boutje bakken. We gaan op een matig vuur doen. We gaan nu voortdoen onze champignons. Ik heb hier dooierzwammen of girolen, ze zeggen in het Frans. Ik heb ook pleurotten gevonden. En ik neem ook de klassieke champignon, eigenlijk een groot champignon. We gaan die gewoon nog een keer een klein beetje in stukjes trekken. Die pleurotten toch, of de oesterzwam. De groot champignons, die heb ik ook al gekuist. Die ga ik gewoon in kwartjes snijden. En we gaan onze kwartelboutjes een beetje bedruipen met de broodje. Voor onze boschampignons gaan we een beetje shallotjes aanstoven, die een beetje olijfolie. Zo, en nu gaan we onze champignons eraan toevoegen. En als vers kruid gaan we een beetje vers gesneden tijm aan toevoegen. Weer opschudden. En uiteindelijk kunnen we nu onze puree van knolselder afwerken. Voilà, zoals je kunt zien hebben we een heel schone, bijna een zalf van knolselder. Heel smeug. Met een klein beetje room erbij, peper en zout. En dan kunnen we stilletjes aan beginnen onze afwerking. Onze champignons zijn ook mooi gesudderd. En onze kwartelfilets zijn ook mooi gegaard. Schoon goud, kleurig gebakken. Kwartelfilet moet ook een beetje meer tijd hebben, aangezien het boutje hier aan hangt. En dat is wat taaier van structuur, dus dat moet iets langer in de pan liggen. We gaan in een mooie lepel van onze knolselder, crème of salve of puree op bord dresseren. Het is weer een gerecht dat we in de winter kunnen van genieten. Met volle teugen, met al zijn winterse aspecten. Echt een klassieker. Zo zeggen, laat het eens maken.